Hallo kijkers van Shine Sprite, wat een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Case Lock met Nandoing. Lekkering! Zeker lekkering. En dat is extra lekkering omdat het weer een tijdje geleden is. Ja, zekering. We gaan naar zo'n Team Star Base, maar eerst gaat Nandoing iets veranderen in zijn team. Hij gaat namelijk een Mudbray erin doen. Ja, zekering. Wat was op dit moment ook weer de level cap voor luistering? Voor luistering was het volgens mij 35, maar ik zal nog voor de zekerheid... Dan moet je uitkijken met Mudbraying. Ja, nou ja, het is toch Team Star, dus als ik hem niet gebruik, dan moet het wel goed komen. Experience. Nee, nou ja, alleen met die laatste battle misschien, maar ja. Kijken hoeveel XP die nu heeft. 3000, 3500. Nou, ik zie welling. Ik ga voor de zekerheid level obedience obey. Badges level obey. Eens even kijken. Wij hebben op dit moment 3 badges. Dus het is inderdaad 35. Oké. Oké, nou, wij gaan vandaag Giacomo doen. Deze Bitta die gebruikt Dark Types. Ja, wat belangrijk is om te weten is dat als de Pokémonen doodgaan in dat stukje dat je al die Pokémon moest verslaan, zeg maar, dan telt dat niet, toch? Nee, dat telt dat niet. Gelukkig, Maring. Dat hebben wij gewoon vandaag besloten. Dat hadden we al besloten, toch? Ja, dat hebben we al besloten, inderdaad. Maar goed, dan hebben we ook weer een Team Star ding gedaan. Want daar liepen we een beetje achter. We zijn al een beetje over hun level heen. Maar goed, die Team Star Mobiel is super OP, dus dan mag je ook wel ietsjes boven hun level zijn. Precies. Is deze laag level dan deze Team Star? De Pokémon die Giacomo gebruikt is level 21. Oh. En de Star Mobiel is volgens mij 20? Kijk, er staat het erbij. Ja, level 20. Lekkering. Slimpy, dat we dat dan nu pas doen. Ja, nou ja, anders werden we keihard ingemaakt. En dan verliezen we. Like, keihard ingemaakt. Inderdaad. Zekere voor het onzekering. Ah, ze heeft wel een lijpe Murkrow. Ja, zekering. Jezus, wat krijg je weinig experience. Nou ja, niet dat het heel erg is. Je moet toch met die Mudbray... Oh, zo teleurstellend. Dan had ik nog liever de evolutie daarvan. Mudsdale? Ja, Mudsdale. Ja, ik weet die namen niet. Het is Gen 7, dus... Dan vind ik het al helemaal niet meer zo interessant. Oké. Okay. En nu krijgen we weer 500 jaar lang cutscenes. Zoals gewoonlijk. We don't like cutscenes. Die vinden wij kut. Dus wanneer ga jij monsters afschieten met een gun? Never! Nou ja, ik ga niet zeggen dat ik erover na zat te denken, maar ik denk als een groep, nog een andere groep het gaat spelen, dat ik misschien wel zoiets heb van, misschien. Misschien pak ik het. Maar voor nu... Nee, voor nu nog niet. Ik zit wel goed. Ik denk dat over een week de hype weer overing is. Ik geef nog een weekje langer. Het is niet de aankomende week dan, maar die week erop. Dus dat zal begin februari zijn. De eerste volledige week. Oké. Maar goed, het gaat wel, denk ik, worden gespeeld tot het nieuwe Pokémon uitkomt. Dat is één ding dat zeker in je zin. Dark type zijn, hè? Ja. Dus dan hebben we een Stunkies en we hebben... Wat hebben we nog meer? Zorua's, Murkrow's. Iedereen die doet gewoon mee even. Inderdaad, ding. En Sandals. Sandalen, die zitten er ook. Niet sandalen. Sandaling.
Het Sneaselings. What the freak. Oké, op skiing. Come on in. Duurt nog wat even. Defeat 30 Pokémon in? Jazeker. Dat zijn veel Pokémon in. Inderdaad, ik. Maar dat kan jij wel. Zeker, ik ben zo'n Pokémoning meester. Zeker. Oh, die bingo vorige week was echt leuk. Ja, dan snap ik dat jij dat leuk vond. Nou, buiten dat ik dan had gewonnen, vond ik het wel leuk dat we een keertje met z'n vijven waren. Ja, dat was wel echt vet. Penny moet een keertje op zondag kunnen, maar hij kan nooit op zondag. Dat zegt hij dan weer. Ja. Hij moet gewoon een keertje kunnen. Precies. Of we moeten een keertje zo'n echt een toernooi of iets maken. Dat we echt met heel veel mensen dan zitten. Wordt het ook heel onoverzichtelijk. Nee, maar dan kan je in toernooi brackets of zo. Dus dat je steeds 4 om 4 doet of 2 om 2. En dan dat je ook een losers bracket hebt. Moeten we wel. Ik hoor al een naam die erin voor. Nee. Kut. Arme Sandering. We love you, Sandering. Wij zeker loving you, Wing Sandering. Arme Sandering. Maar was hij nou laatste geworden? Dat weet ik juist niet meer. Weet ik ook niet hoor. Nou ja, heel belangrijk is het ook weer niet. Ik ging ook niet heel goed de laatste keer. Nou. Ik mis nog één Pokémoning. Waar is die? Oh, daar komen nog meer Pokémoning. Yes. Maak hem op in. Clowering is casing. Wee. Jij bent aan het vechten tegen een auto? Ja, tegen een autootje. Hoe durf je de auto te bevechten? Ik ben verschrikkelijk goed in. Oef. Hoppatee. Hoppatee. Lekkering. Volgens mij krijg je voor deze krijg je geen experience. Ah. Zie je dat? Betering. Oh. Of niet? Maar net hoe je het bekijkt. Ja, het is maar denk ik inderdaad hoe je het bekijkt. Maar je kan ook niet switchen. Leem. Pretty leem, boys. Wauw. Al spin up goed. Pretty crasher. We willen geen dialoog in. Dat is toch dialogisch? Dat ik geen dialoog hier wil. Dat is wel dialogisch. We moeten eerst tegen alle beesten van de Pawnyard. Van de Pawnyard nog wel. Ja. Wee. En nu unlocken we deze muziek, dat vind ik wel heel vet. Voor de battles. Voor de komende Cage matches. Even kijken. Doe wel gewoon een super. Lekker healing. Vindt hij heel fijn in. Is hij alleen maar dark of is hij ook steel? Nee, echt alleen dark. Pure dark? Ja. Even dubbel checken, ja, hij is alleen pure dark. Lekker. Oeh. Dan ga ik hem rough playing. Oh, dang. Kijk. Intimidate? Ik ben helemaal niet geïntimideerd door jou, stomme auto. Holy damn. Vada shop. Oh ja. Vada shop. Ja. Nou ja, hij heeft me wel geholpen. En nu helpt hij me ook weer. Lekkering, vader. Lekkering. Hier, dat deed helemaal niks. Ik heb de mobiele ster verslagen. Ik ook. Lekkering. Oh nee, hij is dood. Sinds je mijn gone is hij. Wow, we waren heel hard gesynkt. Holy damn. Waren wij in een sinking locking? Echt man, het was gewoon een soul link was dit. Soul linking.
About. Ja, nu moeten we even een half jaar wachten. Hij was wel muziek aan het maken, zo te zien. Hoe durf je de auto te stelen? Inderdaad. Maar we hebben zo een cage match, Nandoing. Ja. Dat wordt spannend. Ah, shitting. Wie staat er überhaupt voor? Nou, wat denk je zelf? Jij? Nee, natuurlijk niet. Oh. Er staat 4-2 voor jou. Oh. Nou ja, ik voel hem niet vandaag. Om eerlijk te zijn, die vorige keer had ik echt dik verloren. Ja, die Jumpluff had wel jouw Pokémon in verslagen. Die had me echt keihard gepakt, die Jumpluff. Ja, die Jumpluff heb ik toen een revive gegeven. Ja, dat is denk ik wel de beste actie inderdaad. Nou, jij hebt een Cyclosar, maar die mag je niet meer gebruiken. Die heeft TMs en... En een revive. Health items. Oh, en... revive en health items dan? Want ja. Hij heeft sowieso health items. Ja, ja, hij had geen TMs. Maar die okay. Zit nu in mijn box, dus... Ja, die mag je sowieso nu niet gebruiken. Nee, precies. En je hebt verder nog... nog een Pokémon volgens mij. Nee, die oh nee, is dat dood. Was die Donphan. Oh nee, die toch niet. Oh nee, toch niet. Oh nee, toch niet. Die was gewoon Stinchon Bingon gegaan. Potverdoring. Ja, it is what it is. It is what it is. Dat was eigenlijk de beste powerhouse in mijn hele team. Ik had hem toch een revive moeten geven, maar ja. Kijk, ik had voor TM's gekozen, toch? Volgens mij had ik bij Donphan voor TM's gekozen. Oh ja, Donphan had TM's, ja zeker. Ja, ik had eigenlijk beter gewoon revive moeten kiezen. Dan, maar ja, dat is een beetje te safe spelen. Ik wil niet elke keer revive kiezen. Maar misschien bij de volgende, dan doe ik dat wel. Oké, nou, daar gaan we dan. Even Discord wegklikken. Anders kan ik meekijken met wat je kiest. Dat moeten we ook niet hebben. Nee, dat moeten we zeker niet hebben. Nee. Dat kan echt niet. Oké, connecting. Ja, alleen. Internering. Link battling. En dan doen we 4873. 3784. Dus 48-73 en dan 37-84. Oké, een single battling. Yes, single battling. Searching for an opponent to battling. Ik ook. Dan gaan we eens even goed kijken wat jij dit keer mee hebt genomen. Ja. Yeah. Flickering. Ja, dat blijft rappen. Oké, volgens mij was het normal rules. Ja. Sure? Okay. Ja, want no restrictions, dan kregen we gewoon elke level. Oké. The battle rules have been setting. Yes. Teampie pakking. En dan zeg ik... Team Star Boss. Dat is goede muziekie. Preparations completing. Yes. Oké. Okay. Ah, je hebt je lopende Pokémon heb je af. Je Palmo. Nee. Palmot is de laatste. Dit is nog niet de laatste evolutie. Dit is nog niet de laatste evolutie. Oké. Nee, ik denk dat ik voor deze moet kiezen. Ik weet in ieder geval eentje waar jij zeker niet voor gaat kiezen. Ik kan het denk ik nu wel zeggen, toch? Ja. Ja, ik denk niet dat je bacon hebt gekozen sowieso. Dat klopt, ik heb geen bacon gekozen. Nee. Ik denk ook geen Charmeleon. Ik heb ook geen Charmeleon gekozen. Nee. Tvara de shop, maar die wil ik niet. Lekkering.
Stockpile? Stockpiling. De fans of what? Ik hoop dat je een... Oh nee. Oh nee. Oh no. Oh no. Nou, Pop is wel een goeie, though. Zo. Oh mijn god, lekker. Hij krijgt ook gelijk een crit. Kritisch hitje. Kijk, daar houden wij van. Ah, oh, nee. Lekker, Bob. I love me some Bobs. Dan wordt hij niet wakker. Lekker. Oh, weer een crit. What the fuck, maat. Nah, oh, hij wordt wakker. Oh, nee. Oh. Oh, dat was zo close, maat. Oh, ik had gewoon gelijk fake tears moeten doen. Lekker. Ah, gefeliciteerd. Dankjewel, hé. Bob gaat voor de TM usage. Ik hoopte eigenlijk dat je bulldoze zou doen. Ik weet niet of hij dat had, maar... Nee, hij heeft echt kut moves. Okay. Dat had ik helemaal niet naar gekeken, maar ik had geluk dat ik Jan had. Oké. Ja, dat is wel sleepy. Mm-hmm. Oké, okay, nou ja... Hoe moet ik het zeggen? De nuttigheid van de Wigglytuff was ook wel op dit moment. Kijken, wat is zijn defense überhaupt? Oh, echt bagger. Holy damn. Nou ja, dag Vara de Shop. Je hebt je best gedaan. Ja. Yeah. We gaan weer even wat Pokémonnetjes vangen. En dan even misschien een teampie upgraden. Nog even de Budspray in de box dieven. Anders hebben we weer dat hij overleveld gaat. Nou, gaan we weer Pokémon zoeken. Oh ja, we kunnen weer schermpje erbij pakken. Oh, ja, natuurlijk. Leuk. Oh, jij killde me nog ook gewoon in één keer bijna. Ja, ik hoopte echt dat je die move had. Maar dat je bulldoze. Dus niet... Ja, ik hoopte dat echt. Of iets wat in ieder geval een stat van me zou verlagen. Dan had ik gelijk Max Special Attack. Wow. Dan wist ik zeker dat ik ging winnen, maar... Maar toen zei die... Oh nee, toch niet. Nee, toen viel de vuurnatie aan. En toen was het Since You Be Gone. Ja, Since You Be Gone was real. Oh, lekkering. Dan staan we gewoon weer bijna gelijk. Dat is waar. Je zit nog steeds voor, staat 4-3 nu. Ah, maar die comeback, die komt al... Nou, ik ben blij dat ik niet helemaal loserboy ben. Maar dat is het voordeel van dat we elke keer 1-1 spelen, zeg maar. En dat je niet tegen Jordi speelt. En dat ik niet tegen Jordi speel. Shoutouts naar Jordi. Maar, en het had anders... misschien had het wel eenzijdig kunnen zijn in jouw voordeel als je tegen Sandring moest... Nou, ik denk dat Sandring... Dat is het met 1 tegen 1 had Sandring die mij ook keihard kunnen naaien, hoor. Zeker omdat je natuurlijk niet weet wat voor Pokémon je elke keer krijgt. Ja, oké, dat is waar. Ik moet wel altijd denken aan die keer dat jij zo'n cage lock deed met Sandring. En dat jij toen voor Mushana koos en hij voor Sandile. Oh ja. Dat in die Pokémon X en Y... Was dat die ene dat hij zo'n heel ding had voorbereid en dat ik toen toch dik won? Ja. Ja, oh mijn god, maat. Dat was wel leuk. Maar als je kijkt naar de types en zo in de originele games, dan zou Moona echt nooit winnen van een Zendaal. Nee, maar Moona leert alleen maar psychic type moves. Ja, maar omdat hij ook harmony type was, hè? Ja, precies. Nou, anders had hij kunnen winnen. Mm-hmm. Je deed je best, Sandring. Meer dan and dat we kan love je niet you doen. Wing. Inderdaad, ding. Goed. We hebben 3 Pokémonings. Om te ruiling. En van deze keer komt ruiling niet huiling. Nou, de vorige keer bij mij kwam er wel huiling.
Godverdomme. Maar nu is het dupe class, dus nu heb je geluk. Ja, precies. Ik heb nog best wel wat leuke Pokémon in mijn box als ik zo zit te kijken. Ik heb een beetje te veel van dezelfde typing. Ja, dat was niet eens de ing intended. Inderdaad, ding. Oh, je kan niet wonder traden met iets wat in je party zit. Oké, dan gooi ik gewoon gelijk die Rockruff in mijn box. Rocking the Ruffing. Ja. Oké. Okay. Ik kijk ook graag met jou mee. Kijken wat jij krijgt voor die kapsakit. Oh. Een Scatterbug? Nou ja, dan kan je hem ook niet meer krijgen, toch? Dat is waar. Oeh! Ralts. Nice. Dat je hebt er al één verneukt. Ja, nee. Nee, toch? Ja, die van jou heb ik verneukt, toch? Nee, ik heb die al één verneukt. Oh ja, Ging die dood tegen jou? Dat kan ook hoor, dat hij tegen jou dood ging. Nee, misschien was dat tegen die gymleader. Ja, volgens mij ook hoor. Oké, nee, ik mag hem houden. Scatterbug, ik moet hem houden. Ik denk alleen niet dat ik een Gardevoir ga maken met mijn Espeon. SMS Espeon. Espeon SS464. Precies. Wel, het is wel een fairy type. En dat is very cool. Dat is zeker very cooling. Misschien dat ik toch van Noah Eevee een ding is moeten maken. Niet een ding is. Jawel. Ah! Maar die is zeker overleveld. Ja, Alpha is gebreed. Ik heb een Neckly. Neckly. Nou, die is wel sterk. Tofu boy. Even mag ik de Neckly houden? Oh. Ja. Ik mag ook de Jangmo houden. Ah. Dat is mijn volgende Dragon type. Oh, nou alweer terug. Dat ging snel in. Had je al Petchorunt gevangen? Nee, jij wel? Ja, ik heb hem al gevangen. Daar ben ik er gelijk vanaf. Je hebt wel natuurlijk het item geïnt. Een Sunflora. Gaat voor. Wel echt een Nando Pokémon. Nah. Het is meer een Jordi Pokémon. Die zou van zulke obscure Pokémon gebruiken. Heb ik niet al een keer een Yangmo of hoe heet het? Een Yungoos dood laten gaan? Oh nee, een Yungoos doodde mij. Toen was ik heel boos. Ja. Ja, dat was inderdaad zo. Oké, okay, ik denk wel dat hij... Oh, nee. Hij is level 56. Oh. Hey, ah. Ik dacht dat we het zonder retrade zouden kunnen doen deze keer, maar helaas. Nee, helaas pindakaasie. Nee, ik dacht het al bij die Jangmo. Ja. Toch wel bijzonder dat hij level 3 is. Terwijl hij hem gebreed heeft. Dat klopt, ja. Ik ga één ding proberen. Wat ga jij proberen? Wacht, ik ga meerdere dingen proberen, maar eerst even dit. Ga jij even dingen proberen? Ja, ik ben zo'n probeerboy. Probering. Even kijken. Een Spyduck. Niet een Spyduck. Ja. Spyduck, jongens. Noem hem ook zo. Je kan hem niet hernoemen, toch? Wel als hij de originele naam heeft. Ah. Ik heb mijn ook Bob genoemd. Oké. Okay. Dan ga ik even kijken. Oh ja, dat kan. Ja. Easy winning. Spider. Speciaal voor Perry. Opting. Ik wil op een of andere manier op een van die dingen komen. Op een van die Pokémon Centerings.
Tinterings. Oh, dat was niet hier zeker of wel? Jawel toch? Geen idee. Oké, Cyclus Sarda uit. Chang Ma'o. Die ook nog niet. Oh, wacht, ik wil nog wel de met Bray mee. Wie ga ik dan? Oké. Ralt doe ik dan wel in de box, maar ik moet even hun levelen. Of nou ja, ik wil ze even levelen. Oké, wat ik wou, dat werkt niet, helaas. Helaas, denk ik. Oké, wat is de volgende stop? Goed, even kijken hoor. We zouden eventueel gelijk de Fire-type squad kunnen doen. Ja? Is die qua levels een beetje te doen? Haar hoogste is de Torkoal, die is level 27. Okay. En dan heb je nog de River Room. We kunnen anders Earthworm doen. Dat is de stalen worm. Yeah. Of de Water Gym, maar die is level 30. En de worm is level 29. Oké. Okay. Laten we gewoon de star ding doen dan. Oké. Ja, prima. Kijken, want heb ik toevallig XP candy? Ik heb 1 rare candy. Ik wil eigenlijk... Wacht, misschien dat ik via de dex nog wat candy kan krijgen. Ja. In ieder geval pokeballen. En een ultraballen. Oh, net geen small XP candy. Ah, very sad. Ja. Ik denk dat wij de aflevering gaan beëindigen. Misschien is dat wel verstandig. Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en dan zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.